Goedemorgen, politie, defensie en SAMSEM jongeren. Desiree Stokkel hier op 4 augustus 2023. BV Nederland, ik ga blanco stemmen. En ik wil dat het volk dat weet, want ik word op beestachtige manier misbruikt door die partij. Ze hebben nu een wetenschappelijk bureau opgericht, Da Vinci. En wat doet Da Vinci? Het afschaffen van internationale verdragen. Of het toetsen van internationale verdragen aan de Nederlandse grondwet. Ja, over welke grondwet hebben wij het dan? Ze behandelen mij als slaaf. Ze weigeren over de internationaal strafhof rechtszaak tegen Nederland te praten. En natuurlijk nog heel veel erger, ze weigeren te praten over het feit dat de FBI de win alle rechtszakenprocedure aanvaardt. En dat de FBI nu binnen de AI-wereld van Nederland allerlei waarschuwingen uitgeeft over het dark web. Namelijk dat AI bezig is met het ontwikkelen van coders voor het aanvallen van andere AI. En dat is nogal wat. En wat schrijft BV Nederland in haar manifest? Wij willen AI professionaliseren. De AI moet op de plaats worden gebracht. Ja. Welke plaats is dat? Als je alle corruptie negeert. Als je alleen maar in het parlement zit voor je 145.000 euro jaarsalaris. En je leuke vakantieleventje. Over welk recht heb je het nog? Als je toestaat dat de AI-robots in 2024 alle besturen van alle NGO's. En dat zijn er 366 in Nederland, als ik het goed heb. Overneemt. Dus de AI's nemen alle managementmacht over van Nederland via NGO's binnen EU. Daarover praat BV Nederland niet. En ze praten ook niet over de gekozen minister-president, omdat ze dat niet willen. Ze praten ook niet over rechtsherstel voor het individu, omdat ze dat zeker niet willen. Dus ik zal nu even heel duidelijk maken. Ik stem blanco. En ik neem mijn eigen vergrootglas wel mee. En mijn eigen rode potlood. En ik stem blanco. Tenzij we nu een opschoning krijgen van het parlement. En wel de gekozen minister-president voor het volk hebben. En dat betekent dat elke partij een kandidaatspresident naar voren schuift. En dat het volk dus twee stemmen uitbrengt. Eén op de president die ze willen hebben en twee op de politieke partij die het grootst moet zijn. Bovendien geldt ook binnen Republiek Nederland dat de grootste partijen automatisch de regering vormen. Dat staat in die wetten die ik heb geschreven. Ik ben kwaad. Ik moet stoppen. Ik ben echt kwaad. Dag.